Nou, liever. Het is zo niet. Blijdschap en opluchting als Danique en Julia gisteravond door vrienden en familie worden verwelkomd op Schiphol. De vriendinnen zijn onderweg naar Indonesië voor een vakantie als ze dinsdag een tussenstop maken op het vliegveld in Istanbul. Juist op het moment dat de drie zelfmoordterroristen er een bloedbad aanrichten. Eén keer hoorden we schoten en gillende mensen. En wij zijn toen zo snel mogelijk onder tafel gaan liggen. Ja. En toen hoorden we een knal. Toen dachten we, oké, we moeten hier weg. Toen zijn we gaan rennen met de menigte mee. Ja. Geen idee welke kant op. Naar beneden zijn we gegaan. Iedereen was aan het duwen en aan het trekken. En het aan leek het huilen. Aan het huilen. Iedereen was aan het bellen ook. En echt, het voelde echt alsof het... Of je echt gewoon paniek. Echt gewoon echt angst. Iedereen was zo bang. Ja. Het was zo angstig. Uiteindelijk houden ze zich een tijd lang schuil in een magazijn. Als de kust veilig lijkt, komen ze eruit. Maar die rust is maar van korte duur. Het gebeurde nog een keer. Net toen ik mijn moeder aan de telefoon had om te vertellen dat we veilig waren, dat er niks in de hand was, begon het nog een keer. En toen hadden we zoiets van, oké, we wisten al dat het niet goed zat, maar nu hadden we echt zoiets van, het gaat dus ook gewoon niet stoppen. Nee, het gaat gewoon door. Het ons dan ben je ook bezig ook. Met, wat als hier een schutter binnenkomt? Waar op ga jij dan staan? Een deur die Daan, open kan gaan. Dan zeg ik het, dan stond er zo, zeg ik, oké, Daan, als er iemand binnenkomt, jij gaat achter die deur staan, ik achter die deur, doen we ze dicht. Gelukkig komt het niet zo ver. Als de vriendinnen uiteindelijk uit de schuilplaats komen, zien ze de enorme ravage die is aangericht. Alles was stuk. Al het glas was eruit en het plafond was naar beneden gevallen. Er lag bloed en op de overal grond. Lag bloed. Die liep gewoon over het bloed heen van anderen. Het was echt. Dat was ook heel heftig om te zien. Ja. Kwam het nog dichterbij. Ja. Ja, het was 100 meter afstand, die explosie en alles van ons. En zijn we links gaan rennen, maar wie stond in de 100 gang met meter. Deuren? Kunnen jullie de woorden aangeven hoe blij jullie zijn dat jullie dochters weer veilig in Nederland zijn? Het is niet uit te drukken in woorden en eigenlijk ook niet in gebaren. Het is een klapje in je hart, hè? Ja, en meer het gevoel van dat je denkt, het had dus ook heel erg mis kunnen gaan. En dat is het enge. We blijven nu 3 dagen hier. Ja, en dan gaan we weer opnieuw naar. En dan gaan we weer opnieuw naar Istanbul ook. Opnieuw weer naar het vliegveld. Onze bagage ophalen die daar nog ligt. Die ligt daar nog, ja. Ja. En dan gaan we gewoon onze reis weer goed beginnen. Maar, ja, en ik vond het vooral fijn om hier te komen, omdat ik voelde me daar gewoon nergens meer veilig. Nee. Ik heb er nog nooit zo, zelfs in de taxi was ik nog zo bang. Ieder geluidje. Ieder geluidje, van elk knalletje, dan schrik je op en dan ben je bang. En nu heb ik eindelijk dat ik wel even heb van, lekker dat ik naar mijn eigen bed ga. En bij mijn moeder en met mijn broertje en zusje. Heel fijn. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij hier weer te zijn.